Hallo, ik ben Merlin. Welkom bij deze video. De video van vandaag zal gaan over een bijzonder iets. En dat is namelijk, we gaan met de pol naar de overkant van deze rivier. Heel veel kijkplezier. Volg jullie maar op Instagram. Dat kan op verkeersschool-weber. Daar maken we reels. Kleine video's over allerlei verkeersonderwerpen. Dat kan te maken hebben met theorieles, autorijles of motorrijles. Ik zou het leuk vinden op het moment dat jullie me daar ook op zouden volgen. Nou, je ziet hier wat allemaal op het bord staat wat verboden is. Je ziet de vaarttijden hier aan. Je ziet dat het geld kost. En wanneer en wat je allemaal op de pont moet doen. Dus we gaan zo dadelijk de pont op. Nou, we gaan hier zo dadelijk de Maas over. Dat doen we middel van een pont. Een bijzonder weggedeelte. Het is eigenlijk een beetje een stuk varend weg eigenlijk als het ware. De pont die legt hier zo dadelijk aan. En zodra de auto's eraf zijn, kunnen wij. Er is net een schip voorbij gekomen, dus er zijn best hoge golven, toch? Ja. Dus dat is wel grappig. Ik doe het samen met Jasmijn. Jasmijn, die kennen jullie misschien nog wel. Die is vroeger heel veel met mij op pad geweest. En die had vandaag zin om samen met de vader op pad te gaan, toch? Ja. Hey, we hebben eigenlijk nog nooit op een pont gereden, toch? Nee. Nog nooit, hè? Als we een keer naar Gio gaan, dan moeten we ook via het pont daarheen. Dat zou kunnen. Nou, start hem maar vast. Even wachten. Ja, rij je maar. Kom maar. Oké, nou rijden we rustig de pont op. Pak hem maar op de middelste baan. Voor mij mag je hem ook rechts, maar ik denk dat de middelste misschien makkelijker is. En rij maar helemaal door naar voren. Nou, je moet altijd aansluiten. Tot vooraan. Nou, we zitten ook echt vooraan. Dan zet je hem in zijn neutraal. Handrem erop zetten. Motor uitzetten. Je hebt de handrem erop gezet. En dan zodra die achter afgesloten wordt, dan kunnen we daarna gaan. Achter ons sluiten nu. Dus hij is omlaag. En dan gaat het bootje varen. Hij vaart inmiddels. Hoe grappig is dat? Jij mag even het raam openmaken, Jasmijn. Nou, er moet ook afgerekend worden aan een pont. Dus dat gaan we nu doen. Nee, helemaal zeker. Ja. Alsjeblieft. Nou, we zijn bijna aan de overzijde. We hebben net betaald. Dat hoort er natuurlijk bij. Er moet afgerekend worden. En we rijden nu gewoon naar varen naar de overkant. Althans, ik niet, maar de schipper doet dat. En als we zo dadelijk aan de overkant gaan, de slagbomen gaan omhoog, mag je hem weer starten. En dan moet je even kijken, goh, er staat één auto langs ons, de rest staat achter ons en links staat ook nog een auto. Dus een beetje geven en nemen, kijken wie gaat er als eerste en dat is altijd prima. Het is wel lang. Ja? Het is niet zo snel als een auto natuurlijk, hè? Iets minder snel gaat dat. Nou, we zijn er bijna. Je ziet het wegdek, daar gaat zo dadelijk een beetje naar beneden de plaat voor ons. Waardoor die eigenlijk aanschuift op het schuine gedeelte aan de overzijde. Hij schommelt wel, hè? Ja. Toch? Ja, bijna zeeziek. Weg zal hem. Nou, dan moeten die vogeltjes heel gauw doorzwemmen. Ja. Nou, zo dadelijk dan meert hij aan. Dan gaat de slagboom omhoog en dan kunnen we gewoon naar boven rijden. Kijk, maar gaat omlaag, het wegdek. Dan kun je contact gaan maken, starten. Dus even wachten totdat de slagbomen omhoog gaan. Even goed om je heen kijken. Wat gaat er nou eerst? Staat rechts ook nog een fietser? Ze zullen in principe die groene auto eerst laten gaan. Nou, die witte gaat ook al tegelijk. Nou, dan gaan wij hierna. En de rest volgt vanzelf.
En dan rijden we door. Nou, dan komen we aan met de leswagen. We gaan rijden hier het pont op. Onze Jasmijn doet dat. Die zal de middelste baan pakken. Belangrijk als je een pont op gaat, dat je lang achter de andere auto's gaat staan. Je rijdt de pont op. Je stopt achter zijn auto. Je zet de vrij. Je zet de handrem erop. En je zet de motor af. De slagbomen achter ons zijn alweer dicht. En je ziet dat hij naar de overkant aan het varen is. We varen nu de overzijde. Je zal zien dat dit gedeelte zo dadelijk gaat zakken. En dan gaan de slagbomen omhoog en dan kunnen de auto's daarna vertrekken. De motors kunnen gestart worden en we mogen eraf rijden. Nou, en dan rij je gewoon het pont af en je bent mooi aan de overkant en dan is het perfect geregeld weer. Nou, we zijn op weg naar de volgende pont. We pakken er vandaag twee. We hebben er net één gehad bij Megen en dit is bij Maasbommel. En valt een beetje Jasmijn via een pont. Ja. Is goed te doen, hè? Ja. Stelt eigenlijk niet zoveel voor, hè? Het enige wat je moet doen is het rustig aan moet doen. En de in vrij moet zetten, de motor af moet zetten. Nou, hier geven we hem alweer aan. En bij de stopsteep gaan we even stoppen. En dan wachten we tot het pont naar deze kant komt. Als je helemaal niet weet hoe het moet, ja, het is eigenlijk niet heel moeilijk. Het is eigenlijk gewoon erop rijden, je zet hem vrij, je zet je handrem erop, je zet de motor af. Je betaalt even de schipper en dan is wachten in de overkant ben de bomen gaan omhoog en je kan weer aanrijden. Kijk, en dan zie je de ketting ook strak trekken. Zie je dat, boven het water? Dus die trekt eigenlijk gewoon dat ding deze kant op. Gewoon een dikke staalkabel. Wel grappig, je ziet hem die kant op varen, ja. Maar hij komt dadelijk hieruit. Zie je dat? Ja, de wind is heel erg. Oh, mooi. Ik zal hem even een beetje naar rechts doen. Dan zien jullie hem hier aankomen. En hij zal zo dadelijk hier beneden aanleggen. Het is wel een heel klein bootje. Dit veer is niet zo heel groot. Die pakken we heen, maar ook weer terug. Ik denk dat er maar twee of drie auto's op kunnen, joh. Ja. Maar ja, meer staan er ook niet. Nee. Ik denk dat het alleen puur voor dat dorpje daar is. Hier komen niet zo heel veel verkeer langs, denk ik. Echt voor Maasbommel. We zijn in de buurt van Os, niet ver van Os vandaan. We gaan hier de Maas over zo dadelijk. Nou, hij legt hem aan. De slagbomen gaan omhoog. We laten de fietser even eerst en dan kunnen we aansluiten. Ik kan best een hele mooie ruime bocht maken. En dan rij je door tot vooraan. Dan pak je het meest rechtse strookje eigenlijk. Hè? Zet je hem achter die fietser. Zo. Ja, en dan rij je door tot vooraan. Stukje door. En dan stop je hem. Dat betekent vrijzetten, handrem erop zetten, motor uitzetten.
Het staat hier ook op het bordje aangegeven. Motor afzetten, lichten doven, handrem vast. Nou, als je de auto uitzet, zijn de lichten ook uit. En dan is het de schipper zo betalen. En dan vaart hij naar de overkant en dan zet hem daar weer neer. Nou, we zijn bijna aan de overzijde. We gaan zo dadelijk weer terug. Waarna ik ook nog een gesprek heb met de schipper. Dat is hartstikke leuk. En we zien de kabel hier rechts van het schip lopen. Dat kunnen jullie eigenlijk net niet zien als ik hem even optil. Kan je dat zien? En je ziet, hij wordt eigenlijk gewoon voortgetrokken naar de overkant. Ja, grappig dat hij dat wil doen. Ja, dat is heel grappig, hè? Nou, zo dadelijk doet het stuk wegdek voor, dat gaat iets naar beneden. Die komt dan tegen de schuine kant om. Dan zal de slagboom omhoog gaan. Dan laten we eerst het fietsertje natuurlijk voor. En daarna gaan wij zelf ook die kant op. Om daarna nog een keer terug te keren. Dus nou gaan we starten. We wachten even tot de slagboom helemaal omhoog is. En dan rijden we aan. Zo werkt dat. Nou, we rijden de pont op. Aanwijzing altijd volgen van de schipper. Vrijzetten, handrem, motor af. En dan sta je. Je ziet, hij is los en we gaan varen. Nou, dan varen we dan naar de overkant. Met het pont van Maasdommel. Heeft het nog een reden waarom de auto's om en om staan? Ja, dit is een kleiner pontje en ik wil echt het gewicht verdelen. Zeker nu de stroming wat harder is. Ja, ja, ik zie, de golven zijn wel groter, hè? Dus ja, dat is de reden waarom ze eigenlijk om en om staan. Ja, het kan soms zelfs zijn dat we aan de onderkant van de storm soms zelfs meer auto's willen houden staan. Dan we eigenlijk een beetje scheef hangen. Oké. Dus een kleine pontje zoals dit het beste. Ja, ja. En zijn er ooit wel dingen die misgaan? Ja, zeker. Ja, zeker. Volgende linkje, zeg. Nou, je ziet, hij meert bijna aan de overkant. De klep zal beneden iets naar beneden gaan. Nu meert hij aan, de slagboom gaat omhoog. En dat betekent dat je nou met de auto rustig af mag rijden. Om en om, een beetje geven en nemen. Jo, jij bent de kapitein op dit pont, zeg maar. Ja. Zijn er belangrijke dingen die je moet doen op het moment dat je met de auto een pont oprijdt? Ja, het is ten eerste ontzettend belangrijk om rustig en langzaam te rijden. Goed naar de aanwijzing kijken van de veerman of veervrouw. En absoluut je handrem erop, je lamp uit en die motor uit. Want het gaat wekelijks mis. Het gaat dus vaak mis? Het gaat vaak mis. En wat gebeurt er dan? Rijden ze dan de Maas in? Of? Dat nog niet, maar het gebeurt wel eens dat mensen hun voet op de rem hebben staan. Met een mobieltje bezig zijn even, want die staat toch stil. Die auto schiet vooruit en anders ja, een aanrijding op de pont. Terwijl je eigenlijk aan het varen bent, dus eigenlijk zou het niet eens moeten kunnen. En leg dat maar eens uit aan de verzekering. Ik ga niks doen, denk ik. Hey, dankjewel Michel. Graag gedaan. We gaan deze tips meenemen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk en nuttig vonden. Vond je het leuk en nuttig, geef een blauw duimpje omhoog, een comment. En vergeet hier niet onder te abonneren. Doei!